Ja, meneer Van der Sluis, u spreekt met Cornets de Groot. Wat zegt u? Met Cornets de Groot. Ja, ik moest eigenlijk meneer Van Pies hebben, die is niet bereikbaar. Oh, ik zal een onderzetten achter mij. Ja, meneer, u spreekt met Cornets de Groot. Met wie? Cornets de Groot. Ja, meneer Cornets. Meneer, moet u eens luisteren. Ik heb maandag een onderhoud met de inspecteur gehad, met inspecteur Netten. En die heeft toen gezegd dat ik per 3 oktober niet meer te werk gesteld word. Weet u daarvan? Nee, dan zal ik even doorgeven aan meneer Van Vries. Ja, graag. André Van Vries, u spreekt met Cornets de Groot. Ja, meneer Cornets de Groot. Ik ben maandag bij de inspecteur geweest, inspecteur Netten. Ja. En voor zover ik het begrepen heb, hoor. Heeft hij gezegd dat ik vanaf vandaag niet meer in tijdelijke dienst word opgeroepen? Klopt dat? Nou, wanneer hij dat zegt, dan zal het zo zijn, want ik heb hier nog verder nog geen opdracht van. Oh, u weet daar nog niks van? Nee, ik weet nog niets van wat er besproken is. Oh. Wanneer dus iets besproken zal zijn, ja. Dan zou ik dus in eerste instantie hier van bericht moeten ontvangen. En dan proberen wij hier dus de zaken te regelen. Ja. Ja. Ik dus nog niets doen. Nee, maar wat moet ik dan doen eigenlijk? Weet u dat? Het enige is dus ja. Dat u zich weer... En wat waren de grieven dan? Dat u dus niet meer dan in tijdelijke dienst aangesteld wordt? Nou, hij heeft mijn werk gezien, de correctie, en daar heeft hij in een schrift heeft hij 6 fouten gevonden en dat was hem te kortig. En, rekenfouten bij de correctie die ik heb laten zitten. Nou ja, ik zou zeggen, wacht u rustig aan, maar meld u zich in ieder geval, krijgt u in ieder geval 2 brieven, hè, dat weet u. Eén naar de inspectie. Ja, en één naar het ministerie. En één naar het ministerie. En nog wat, ik krijg dus, zolang als ik niet werk, of niks uitbetaald natuurlijk. Nee. En ik ben daar benoemd tot 3 oktober, weet u wel? Ja. Moet ik daar een werkbrief van hebben? Dat moet u hebben, ja. Oh ja, ja. En die werkbriefjes dat hebt van 1 oktober tot 3 oktober moet u hebben. Oh ja, ja, ja. Dan moet ik dat nog even opvragen, dat heb ik namelijk niet. Nou, dat is geloof ik alles, hè. Ja, ik zal me ook nog even met meneer Netten in verbinding stellen. Ja, goed. Dank u wel, hè. Ja.